We hebben drie kaarten. Een klaver aas, een klaver 3, een hart aas en een klaver 2. Ik zei het dus nog vroeg. Dus, klaver 3, aas, klaver 2. We schudden die kaarten nog door elkaar. Dat is een mooie. Als je die kaarten nou gaat neerleggen, is de bedoeling dat je de hart aas gaat volgen. Nou, we gaan het zien aan de bovenkant goed zien. De hart aas moet je volgen, let op. Hart aas. Klaver 3, klaver 2. Waar is de harte aas? Waar is de harte aas? En dan zullen mensen zeggen, ja hier. Zeg nou, dit is de klaver 3. Let op, want de harte aas ligt altijd in het midden. Maar dat maakt niet uit, we gaan het nog een keer doen. We schudden de kaarten door elkaar, gewoon even mixen. En we doen het nog een keer, let op. We hebben de harte aas, we hebben de klaver 3 en we hebben de klaver 2. Let op. Waar ligt de harte aas? Dan zeggen de mensen, ja. Steeds hier. Nee, ik zei nog. Klaver 3. De harte aas ligt altijd in het midden. Nou, weet je wat? We zullen het wat makkelijker maken. Ik snap natuurlijk dat het ook wel lastig is op deze manier. We doen het iets anders. We leggen de klaver 3 opzij. Waarom? Dan hebben we nog maar twee kaarten over. Namelijk de harte aas en de klaver 2. Dus makkelijker. Waar ligt de aas? Hier. Nee, wacht even. Waar ligt de aas? Ja, die ligt nu hier. Ja, waar ligt de aas? Hier. Oké. Nou. Helaas, want dit is de klaver 3, dit is de klaver 2 en de harte aas die ligt opzij. Nou, dit is de three card Monty met de routine zoals die ooit bedacht is door Michael Skinner.